Ja, Jens, is dat vervelende gevoel wat, uh, wat ongetwijfeld is, is blijven ja. hangen uh, van door de week, is het al een klein beetje aan het weggaan? Ja, het moet wel. Hè. Uh, ik moet zeggen dat ik echt wel uh, twee dagen heb gebaald. Ook van mijn pingel natuurlijk. Maar goed, ja, uh, er zit niks anders op. De volgende wedstrijd staat alweer voor de deur. En uh, ja, daar moeten wij nu uh, naartoe gaan werken. Ik zag jou uh, na die wedstrijd even voorbij lopen. Ja, hoofd hoofdomlaag. Want, want hij kwam even diep binnen, hè? Ja, ja. Uh... Op zo'n moment wil je beslissend zijn voor je, voor je team. En uh, het was denk ik een best wel belangrijk moment. We zaten goed in de tweede helft. En uh, dan kan je de 2-1 maken om, uh, om er nog een wedstrijd van te maken. En vervolgens na een minuut valt ook die 3-0. En uh, ja, dat was gewoon kloten. Wat deed het met jou? Want je zag al dat bord en je wist dat je gewisseld ging worden. En dan moet je die strafsop nog nemen. Het lijkt me dat het hoofd dan even op volle toeren draait. Ja, dat was niet, uh, dat was niet heel ideaal. Maar kijk, uh, dat moet je niet als excuus gebruiken. Je moet gewoon uh, ja, die bodem in schieten. Is het nu richting zondag uh, met de reeks waar jullie in zitten? Eigenlijk gewoon een kwestie van overleven. Het maakt niet uit hoe. Maar deze moet je echt even eruit halen, vlak voor de interlandbreek. Ja, dat is wel uh, nu even het belangrijkste. We zitten in, uh, qua resultaat in wat mindere fase. Um, en uh, er komt een vrije week aan. Dus dan is het wel lekker dat je, dat je dan in ieder geval met winst op zak uh, die week in gaat. Toch zal het vertrouwen, uh, ja, dat zal wel, wel een knauw hebben gekregen. Hè? Ook met de vele afwezigen die jullie uh, hebben. Het is allemaal niet ideaal. Nee, uh, wat dat betreft, uh, ja, heb ik al eerder gezegd, zitten we een beetje in de hoek waar de, waar de klappen vallen. maar. Uh, ja, we hebben een, een brede selectie, en dat is voor dit soort, uh, voor, voor dit soort dingen. Uh, ja, zorg je dat je zo'n brede selectie hebt. En uh, nu moeten de jongens opstaan die, uh, ja, die er voor in aanmerking komen. Zeg maar. Vorig jaar was de richting AZ zat ook wat druk op, hè? vlak na de Europese uitschakeling. Ja, toen gebeurde dat opstaan wel. Ja, dat was een, uh, denk een van de betere wedstrijden vorig jaar van ons. En uh, ja, het zou mooi zijn als we dat kunnen herhalen. Is dat uh, realistisch gezien alle mensen die jullie uh, missen, dat je, dat je zo'n uitslag daar neer kan zetten weer? Ja, tuurlijk. Ik denk dat de jongens die, uh, die het nu moeten gaan doen uh, heel veel potentie hebben en ook de kwaliteit bezitten. Dus uh, ik zie niet in waarom het niet zou kunnen gebeuren. Die Champions League, hè, dat vonden we allemaal heel mooi. Uiteraard nog steeds dat fijner aan, aan meer mag doen. Maar als je dit soort uitslagen en nederlagen in je, in je ritme krijgt, kan dat dan ook zijn een negatieve effect hebben? Um... Ja, weet ik niet. Dat, dat vind ik lastig om te zeggen. Uh, natuurlijk, zulke wedstrijden win je liever. Maar je weet ook tegen wat voor clubs je speelt. Dus het is niet uh, dat je vooraf denkt: van we gaan deze even winnen. Dus dat, dat, dat weten we. En, uh, ja, wij moeten onze huid gewoon zo duur mogelijk verkopen. En daar hadden we dinsdag wel een goede, goede mogelijkheid voor. Maar dat hebben we een beetje nagelaten. Maar uh, ja, wat ik zei, de volgende wedstrijd weer, uh, staat weer voor de deur. Nu komt de selectie van het Nederlands Elftal naar binnen een, een uurtje geleden. Je zit er niet bij. Jammer? Ja, dat is altijd jammer. Uh, vorige keer zat ik er ook niet bij. En uh, ja, dat, dat is wel jammer. Maar het enige wat ik kan doen is gewoon heel hard trainen en, uh, en bij Feyenoord gewoon mijn ding doen. En dan uh, ja, weer op de volgende keer wachten. Ik denk dat die heel veel fans stiekem uh, toch ook wel blij mee zijn. Want dan denken ze nou, die kan in ieder geval geen blessure oplopen, uh, oplopen daar. Ja, ja er, uh, daar hebben we er al eens wat voor rondlopen. Dus uh, daar ga ik me wel een beetje rustig aan doen.